Heb jij nou ook het probleem dat je je YouTube-naam niet kunt wijzigen? Of je krijgt de melding te kort geleden gewijzigd? Dan moet je deze video even kijken, want ik laat je zien hoe je dan toch nog je YouTube-naam kunt wijzigen. Dus kijk even met me mee. Om je YouTube-naam te kunnen wijzigen, ga je naar de rechterbovenhoek, klik je op je icoon. Daarna klik je op het icoon of je pictogram en dan word je doorverwezen naar je Google+. Dan gaan we de naam proberen te wijzigen. Oké, en dan zegt hij change to recently of te kort geleden gewijzigd. Prima, dan gaan we naar plus.google. Continue. Dan gaan we naar de linkerbovenhoek en dan gaan we naar settings. Scrollen naar beneden. Delete je Google profile. Alleen je G+ wordt verwijderd. Niet je e-mail, niet je Gmail, niet je YouTube kanaal, niet je comments. Alleen je G+. Loggen we even in. Dan scrollen we naar beneden. Dan zeggen we dat we het hebben begrepen. Verwijder. Dan vul je even iets willekeurigs in. Submit. En dan gaan we weer naar plus.google.com. En dan vullen we hierin Gijs. Ik begrijp het. Upgrade. Continue. Continue. Continue anyway. Finish. Dan gaan we het even controleren bij YouTube. En dan zie je hij is gewijzigd in Gijs in plaats van G. Stel dat je het nou nog een keer wil doen. En je ziet ook hij is gewijzigd. En als je naar je kanaal gaat, dan is hij hier ook gewijzigd. Stel dat we hem weer terug willen veranderen, dan ga je naar het pictogram en dan zal je zien dat het weer niet lukt. Klik op het penseeltje, verander hem naar G. Oké. En dan zegt hij weer change to recently. Maar goed, we weten. Dan ga je weer naar plus. Dan continue. Links bovenin ga je naar instellingen. Je gaat naar settings. Je scrolt weer naar beneden. Delete your profile. We loggen weer in. Scrollen weer naar beneden. Vinken het even aan. Zeggen delete. Ik vul iets in. Submit. We gaan weer naar plus.google.com. En dan vul ik hem weer in als G. Ik begrijp het. Upgrade. Continue, continue, continue anyway, finish. We gaan weer naar YouTube. En we zullen zien, hij is weer veranderd in G. Bodenstaf. Dus zo zie je, zo kun je alles behouden. Je hoeft niet je Gmail te verwijderen, je hoeft niet je YouTube te verwijderen. Alles blijft behouden. Je kunt alleen nog maar via je G+ steeds één keer je naam wijzigen. Heb jij na het bekijken van deze video nou nog steeds een YouTube-vraag? Stel je vraag even hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Heb ik jou met deze video kunnen helpen? Geef me even een duimpje omhoog. En doe me even een plezier, want heel veel mensen zitten met dit probleem. Dus deel even deze video, zodat andere mensen ook kunnen worden geholpen met deze video. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken van deze video. En ik hoop jou zo terug te zien bij de volgende video. Wil je alles weten over YouTube? Bekijk dan gelijk de gratis YouTube basiscursus. Of de volgende video over hoe je een YouTube intro kunt maken. Of de volgende video hoe je een YouTube video kunt bewerken.